Welkom beste kijkers bij een tweede aflevering van Offsite. In dit programma spreken we telkens over drie onderwerpen. Kaarse Genk, voetbal en actualiteit. En dat doe ik met mijn vaste analist Sander Poli. Welkom Sander. Fijn, fijn om hier te zijn. We beginnen meteen met Kaarse Genk. Zij speelde zondag de topper tegen Club Brugge. Maar was het eigenlijk een topper? Ik zou het geen topper kunnen noemen. De eerste helft was een beetje zwak aan beide kanten. Maar Brugge had toch het meeste balbezit, de meeste kansen. Genk had moeilijk om eruit te komen. Tweede helft begon dan goed met de strafschop van Genk, gemist natuurlijk. Maar natuurlijk, een kwartier later krijgt je de kans op nu, gaat hij wel erin. En zag ook Genk begon meer en meer in de wedstrijd te komen. Want en zag je ook Brug begon meer en meer terug te zakken en echt op verdediging te spelen. Mm -hmm. Tegen Brug geholpen. Ze dus krijgen één kans in de tweede helft op de hoekschop. Slecht verdediging van Genk en dan gaat die bal erin. 1-2. Mm -hmm. je, je kan vooral kijken dan naar die, naar die penalty die ze krijgen. Die dat kan iedereen overkomen. Dessert stapt dan wel tegen de paal. Dan is het Bongonda. Ja, als je die dan mist opnieuw, dan zou het heel erg geweest zijn. Maar ik denk dat Genkval gewoon veel steken heeft laten vallen. Constant uh, achter de feiten aanlopen. Hè. Dat was toch vooral het probleem, denk ik. Ze wouden op sommige momenten... Als je kijkt, Uronen na de wedstrijd geeft dan een reactie van... Ja, het leek alsof we niet wouden in de eerste helft. Klopt dat dan ergens ook wel? Ja, dat zag je ook aan het spel. We gingen meer terughouden in voetbal. Ze wisten niet wat ze moesten doen in Brugge. Ze kwamen ook niet tussenuit. De paasen gingen moeilijk. Ze waren overal twee tellen te laat. Dat is moeilijk om een wedstrijd te winnen, natuurlijk. Maar is het te voorbarig om te zeggen dat het nu al heet wordt onder de voeten van Anders Wolff? Als dit nog twee zeggen. keer gebeurt op dezelfde moment, dan toch wel? Nu, het is ook een wedstrijd tegen Club Brugge. Ja. Dat is altijd een topper. Die heeft Genk de voorbije twee jaar niet gewonnen. Dat is altijd al moeilijk. Ja. Ik denk dat we daar misschien lichter overheen zijn gegaan. Ja. Maar als je nog zo'n wedstrijd bijvoorbeeld tegen Beerschot in de volgende wedstrijd en dan tegen Mechelen, en dan als je die twee gaat verliezen, dan wordt het heet? Dan wordt het heel heet, ja. Dan okay. wordt het uh, op de heat. Tot zover Kaarse Genk. we gaan verder naar het voetbal. En ik heb gekozen voor uh, de blamages en de, ja, eigenlijk alles wat er misloopt bij Barcelona. We hadden het een vorige uitzending erover. Uh, Barcelona kon toen uh, eigenlijk schandalig verloren toen van uh, uh, Bayern München, dat uh, heel sterk is. En uh, ja, terecht uh, de Champions League gewonnen. En dan zie je uh, na een uh, kleine week dat uh, Lionel Messi een transferverzoek heeft ingediend bij Barcelona. Hij wil weg. En er is, wordt gespeculeerd dat hij naar Manchester City zou gaan. Wat eigenlijk vooral um, te wijten is aan de, ja, de problemen bij het bestuur vooral dat is toch al heel lang uh, zo hè? Dat is al langer. Ja. Je ziet ook duidelijk Messi is ook de kopman bij Barcelona en de voorzitter zelf ook gezegd dat men bereid op te stappen om Messi te houden. Dat, is gewoon, dat toont aan hoe belangrijk Messi is in die ploeg. Maar je hebt ook je had Messi, Neymar en Suarez die drie top van voor die is helemaal weg. Dat is mm -hmm. al. Moeilijker in de aanval. Je ziet ook Griezmann, voor zoveel geld binnengehaald, maar hij heeft nog altijd niet kunnen overtuigen. Maar Messi is daar dus gewoon op ieder vlak de baas. Want je kon kijken, toen Ronaldo weg wegging bij Real Madrid, dan dacht men ook van, oh ja, nu is Ronaldo weg, nu gaat het. Maar Ronaldo had natuurlijk niet, hij had wel die status als voetballer, maar hij was er niet om gekend zoals Messi. Messi is daar technisch directeur, is daar trainer, is daar voetballer. Hij is daar eigenlijk bijna alles. Want als Messi op een gegeven moment zegt van, ja jongens... Staat het me niet aan, ben ik weg? Ja, dan is Barcelona zijn beste pion kwijt. Want een Barcelona zonder Messi. Is geen Barcelona. Maar kijk, ook ieder jaar krijgen we toch te horen dat Messi weg wilde. Hoeveel jaar is dat al zo? Denk je dat het dit jaar echt raak gaat zijn? Gaat hij naar City? Het is het eerste jaar dat echt zo ver erop in in te gaan. En als Messi nu een ploeg heeft waar niet Tjemtli mee kan winnen, dan gaat hij naar een andere ploeg. simpel is het. Ik had ook al gezegd op de Bruin dat ging doen toen City eruit werd geschakeld. Met die twee jaar verbanning kreeg. Ik denk dat Messi hetzelfde gaat doen. Tot zover mijn voetbalmoment. Sander, wat heb jij gekozen? Ik heb gekozen voor een, door de zaak tegen Moes Kroen. Moes Kroen is alweer beschuldigd van buitwaspraktijken. Maar hij is ook beschuldigd van een, valse documenten voorleggen bij de licentiecommissie. Wat eigenlijk is gebeurd, het is eigenlijk al een ouder dossier. Dat dateert terug van vier jaar geleden, in 2016. Toen hebben ze eigenlijk, volgens de onderzoeken, valse geschriften voorgelegd aan de licentiecommissie. Om zo'n licentie toch te kunnen krijgen. Natuurlijk, het is geen seizoen zonder dat de licentie wordt aangevochten bij Moes Groen. Zijn trui had ook al aangevochten en Westerlo ook had ook een licentie aangevochten. Maar ze hadden gezegd dat is niks mis mee Maar nu, met de zaak proppere handen, werd er ook huiszoeking gedaan. Bij dat moest Groen als bij bestuursleden, bij hun thuis. Maar dit is ook weer een aparte zaak. Want zoals ik al zei, ze worden ook beschuldigd van witwaspraktijken. En dat is ook een extra beschuldiging. Als je ziet, er zijn heel wat spelers gebaseerd in Moescoen, wat geen minuut hebben gespeeld, maar toch veel meer geld zijn doorverkocht. En denk daar ook een groot probleem mee zit. De licentiecommissie lijkt mij toch wel het allergrootste probleem in dit verhaal. Hoe kan het dat een club als moeschoen, met zoveel, als je ziet, schriftelijke problemen, toch telkens ieder jaar tot verstomming van verbazing van andere clubs die licentie benalen. Hoe kan dat? Dan, zoek, dan, dan roer je toch in die pot waar de problemen zich bevinden. Misschien ook omdat die. ...documenten dat ze voorleggen gewoon vervaald zijn, dat ze vier jaar geleden hebben gedaan. Het op niks extra basis zou het nu ook zo zijn. Want we zeggen al, er zijn geen concrete bewijzen dat er wordt gerund door makelaars... ...maar iedereen weet, het wordt gerund door makelaars. Weet de, de licentiecommissie zelf ook. Maar ze durven niks tegen te doen. Nu, dat is een verhaal dat is al zoveel jaren, want hoeveel... ...hoe lang wordt een al gevraagd om, hè, om, 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 om heel, die licentie niet te krijgen? Al van begin tot hier Maar er gaat een moment komen dat er echt wordt gezegd van... ...kijk, nu is het genoeg geweest. En ik denk dat dat moment misschien al dit seizoen zou kunnen gebeuren, op het einde van het seizoen. Want allee, hoe lang gaat dat nog duren? Dat is toch al zo lang het geval. Je, je, allee, het, het is onbegrijpelijk dat een club als Mendoen vandaag de dag nog in 1A speelt. Ik vind dat heel voorpaardelijk. Ik vind dat heel raar zelfs. We gaan naar een actueel moment, Sander. Wat heb jij precies gekozen? Ik heb gekozen voor de YouTube-oorlog hier in Vlaanderen. Tussen Celine Dept en haar vriendje tegen ACIDS. Dus ACIDS is dus een heel lang de. Beste YouTuber van Vlaanderen geweest, minister Abonnees. En hij is nu rond de 300.000. Maar de, orde, de tegenstander in de oorlog, dat te zeggen, is me Celine Depp en Michael Kallenboek, denk ik. dat het Ja. Is. ja. Die zit nu rond de 500.000 Denk In een paar maanden tijd omhoog geschoten in de rangschikking. En dat is eigenlijk ook gezien te maken door TikTok. Daar is hij heel populair op. Je ziet heel veel volgers op, 9 miljoen volgers. En als hij jouw op YouTube. Dan krijg je natuurlijk ook heel meer volgers daarop. En ACE is daar natuurlijk niet zo heel blij mee. Ik heb wel in de video gezegd dat het fair en square is, dat ze weinig stoken. Maar het grote probleem met die oorlog is: de fans van ICE zijn niet zo blij daarmee. Wat zij doen is ze sturen e doodsbedreigingen naar zoals Lien Depp en Michael, als naar de fans van hun. En daar is het probleem waar zowel ICE niet blij mee is, als Lien Depp niet. Want ze hebben een advocaat genomen, Jeff Vermasse. maar Dat is geen minder, hè? We hebben een, de beste advocaat, naar mijn mening. Ja, de beste advocaat genomen. van België. Ja, klopt. klopt. Ik, ik begrijp langs de ene kant dat die, die, die uh, een mening heeft. En dat mag die hebben. Ik heb die ook heel vaak, hè. En dat hebben we ook in het verleden al gezien op dat ik graag een mening uit... Dat mag, dat is geen probleem. En dan is het wel het, het, het feit van hoe verkondig je dat? Want... Um, als dat echt ervoor zorgt dat je doodsbedreigingen uh, laat ontwikkelen, zonder dat je misschien die intentie hebt, dan vind ik toch dat je een stapje terug moet durven zetten en ook daarvoor moet durven uitkomen. Dan ook mannelijk genoeg moet zijn om te kunnen zeggen van kijk, um, dat was ook niet de bedoeling. Voor die kinderen is dat vooral heel erg. Ja, dat is, is ook gewoon een oorlog op YouTube, hele ja, heel niks uit. Het laatste actueel moment, en dat is mijn, en ik blijf eigenlijk een beetje in het voetbal. Ik ga naar Kevin De Bruyne en Patrick De Koster, zijn makelaar. En er is toch een dit, uh, deze week wat verschenen in het nieuws. Um, dat heeft mij zelf persoonlijk ook verschrokken. Want ik weet, allee, iedereen weet wel, die band tussen Kevin De Bruyne en Patrick De Koster was uh, heel lang onvermijdelijk. Was eigenlijk heel sterk. Dat was een, een tweede vaderfiguur eigenlijk voor hem. En dan krijg je te horen dat deze man uh, aangeklaagd is door Kevin De Bruyne zelf en zijn vader. Omdat ze uh, tijdens de transfer van Wolfsburg naar Manchester City... Voor 75 miljoen hebben ze daar uh, ja, 10% uh, op gepakt. En dat is dus 9,5 miljoen euro. Verdeeld tussen twee makelaars, Patrick en een andere makelaar. En dan zou er vooral een, aanklacht, een, een klacht gediend zijn tegen schriftvervalsing enzovoort. Um, maar hoe kan dat je in 2019 pas een klacht neer, neerlegt? Voor een feit wat in 2013 gebeurd is, in 2014. Waarom ga je dan nu pas die klachten indienen? Dat is toch dan ook een mes in de rug van die Patrick de Koster, dat je dan doet. denk nee, misschien daarom, dat misschien zag, de Bruin zag van. Oei, Patrick de Koster is heel een beetje zwakker aan de gang nu. Hij is misschien kwetsbaar om nu een enkele in te dienen. Misschien het nu moment om te doen. Of het zal misschien zijn dat door een ruzie, dat de Bruin heeft gezegd: dat gaan, denk ik ook. We gaan nu even terugpakken. En moet nu even zeggen, dus onze beurt. Ik denk niet dat hij nog de makelaar gaat zijn van Kevin de Bruyne. Nou, zo, gaat denk, die nog makelaar spelen van hem? Als er een ruzie is ontstaan, denk ik het zeker niet meer. Maar die zal er sowieso zijn, hè? Als je een klacht neerkrijgt van, al, ja. van de persoon waar je het helemaal niet van verwacht. Want Patrick de Koster krijgt alleen het meeste geld door Kevin de Bruyne. Het is zijn enige grootklomp. Hij heeft geen andere grote spelers. Kevin de Bruyne was de man. Van en, hem. Ik denk al van. Al, al toen dat de Bruyne een gengst ja, was. Ja, toen hij heel klein was. Eigenlijk. En als je kijkt wat er constant is gebeurd. Van Genk, naar Chelsea, naar Wolfsburg, naar Manchester City. Dat is een, als je al alle transfers erbij pakt. Plus nog eens De Bruyne, dat zijn een contract verlengt bij City. Ook nog eens zelf voor De Koster. De Koster heeft daar, praktisch zo'n, zo hoeveel zou het zijn, 30 miljoen met neergestreken. Dat is toch heel wat uh, voor ik kreeg. Minstens. Tuurlijk, als je De Bruyne kwijtraakt, krijgt je altijd een grote inkomsten kwijt. Zo, uh, beste kijkers, dit was onze tweede aflevering van Offsite. Uh, Sander, ik heb ervan genoten. Het was leuk om je weer aan tafel te hebben. Het is fijn om weer terug te zijn. En de volgende keer gaan we uitpakken met een gast. Wie dat is, zullen jullie nog wel zien. Maar het gaat nog even duren, want we hebben die interlandbreken. Dus uh, we, zijn er we gaan er eventjes niet zijn. Maar binnenkort zijn we weer snel terug met een derde aflevering van Offsite. Ik wil jullie allen van harte bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.